Vrienden van de Autosport, welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Na afgelopen weekend zijn er nog drie races te gaan en dan zit dit seizoen er al helemaal op. De wereldkampioen, die kenden we al, dat is Max Verstappen. We kennen sinds dit weekend ook de wereldkampioen bij de constructeurs. Um, de grootste prijzen zijn dus uitgedeeld en toch is er nog genoeg gebeurd, is er nog genoeg om over te praten. En dat is altijd gemakkelijk, natuurlijk, over dingen praten als je sidekick Sam de Jong heet. Dag Sam. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Um, heb jij het gevoel dat het seizoen zich wat naar zijn einde sleept? Of hoe zit dat bij jou? <laughs> sleept is volgens mij het juiste woord. Hè. Ik bedoel, het, het, het is iets minder spannend uh, dan, dan voor vorige wisten. Wanneer de Max Verstappen wereldkampioen ging worden. We hebben alle, allerlei scenario's zien passeren. Uh, maar vanaf dat we eigenlijk wisten dat er niet echt nog een tegenstand was, dan is het toch iets. Heb je het, uh, de spanning een beetje weg? Hè. Absoluut. En zeker na vorig jaar is dat toch wel een, ja. een heel groot contrast. Zeker, we zouden ook in onze voorbeschouwing even. Uh, de Grand Prix van vorig jaar met Louis Hamilton die langs de binnenkant dingen probeerde en ze bij Max verstappen dan was toch even nostalgie. Absoluut. Uh, wie heb je meegebracht vandaag? Uh, wie heb ik meegebracht? Uh, ja, op de fiets heeft hij zijn, uh, zijn punt al gemaakt. <laughs> Uh, dat is toch iets dat hem toch wel raakt. Uh, nee, hij is best jaloers op deze oh. tattoo, maar uh, met doet het hem ook wel best goed. Um, allee, we moeten er niet te veel over zeven, het is uh, iemand met Belgisch uh, meest sterke stronken. <laughs> of moet ik zeggen bomen? Uh, welkom, Tom Bone. Dankjewel. <laughs> en, en nog eens even zijn een hand, voor de mensen die het kennen. <laughs> ja, 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 uh, mensen die alleen luisteren, Sam heeft net op een hele mooie, ongemakkelijke manier zijn hand op het been van Tom Bonen gelegd. Uh, Tom, een mooie verwijzing naar... Misschien wel het meest awkward moment uit je leven? Um, ik kan eerlijk zijn, er zijn er nog geweest. Hè. <laughs> ja. Die misschien, misschien niet voor publicatie vatbaar. Maar nog mensen die ja. random ineens een hand op jouw been legden. Oh, nog, nog erger ook wel. <laughs> maar in ieder geval, um, dank je voor de uitnodiging. Ik ben blij dat ik nog eens kan uh, mijn hart komen luchten over de autosport. Ja, we zijn ook blij hè, dat je er bent. Trouwens, Sam, ook één ding over het. Het stronken verhaal verhaal. We verwijzen naar Michel Wuitz, die in een interview... Wanneer was het, in het begin van je carrière? Uh, ik, was, na... ik was eerstjaarsprof, dus 20, 20 of 21 ja, jaar. Ja. Die toen op een redelijk rare manier zijn hand ineens op het been van Tom legde. Hoe zou jij daarop die... gereageerd hebben? Ik weet het niet. Ik denk... Op, de... op dezelfde manier, maar... Weg, weg. <laughs> <laughs> maar dat voelt ondertussen zo ja, maar... normaal voor ons. <laughs> ja, we kennen elkaar al, al, al even. Um... Maar ja, want we hebben dat gisteren nog eens opgezocht. Zo'n grappig moment, omdat ik Tom nu ondertussen goed ken. En je ziet ook gewoon dat, dat hij zo niet weet. Wat moet ik hiermee doen? Er wordt gesproken over ja, die benen, zijn toch wel nog echt gegroeid. Hè? En dan ga je zo. Allee, ga mensen over hun lichaam bezig, dat is toch wel. En vooral, je bent dan 20, 21 jaar. Als je de 30 bent, je hebt ook meer ervaring. Dan weet je gemakkelijker hoe te reageren. Maar als jonge gast. Ja, maar als ik 30 was geweest, was dat waarschijnlijk ook zo niet gebeurd. Maar dat is ook echt bizar. Want ik heb er in de week nog iemand over bezig geweest. Als wielrenner praat ik ook echt over je benen. Alsof dat zo een, een aparte entiteit ja. is. Zo van, de benen zijn goed. Maar die hangen wel aan de lijf. Hè. Ik bedoel, de benen zijn goed. De ja, benen waren het. niet goed. <laughs> dat is goed waar. Uh, hoe gaat het met de racecarrière, Tom? De uh, autosport. Goed, goed, goed. Ja. Dat, uh, we hebben dit jaar samen een, uh, bij Red Hand Racing de Carrière Cup uh, betwist. Uh, moeilijk laat jaar geweest. Ik eerlijk zeggen. Dus het is goed geweest. We hebben uh, denk ik, heel veel stappen gezet. Maar de, de snelste merkencup van de Benelux is ook waarschijnlijk wel de moeilijkste. Uh, het is een heel, heel specifieke auto. En uh, we hebben dat wat onderschat, denk ik, in het begin. Mm. We dachten van, oh, we springen erop in die Porsche en uh, knallen maar. Dat is ook zo, dat ging ook zo. Maar de, ja, de verschillen in de kwalificaties zijn zo klein, omdat je allemaal met hetzelfde materiaal rijdt. En je komt er toch tegen gasten uit die soms al tien jaar ervaring hebben in die Carrera Cup. En uh, ja, het was, het was niet gemakkelijk. 20. Maar daarom is het ook leuk, natuurlijk, hè, omdat het niet gemakkelijk is. Hm. Wat vond jij van Tom's seizoen, Sam? Ja, goed, denk ik. Hè. We kwamen uit die, uit die prototypes bij de racing ja. en dat was iets helemaal anders. dus Zeker die stap voor mij, oké, okay, ik race al heel mijn leven. Ik heb tussen heel veel verschillende auto's geswitcht. Dus die switch is voor mij misschien iets logischer. Maar als ik merkte van oké, okay, dat is voor mij ook echt wel moeilijk, dan wist ik dat, dat voor Tom misschien dubbel zoveel zou zijn, want hij heeft helemaal nog niet zoveel ervaring in die wereld. Dus ik denk dat hij dat goed heeft opgepikt. En natuurlijk, we rijden in verschillende klassementen binnen hetzelfde race. Ik rij in de Pro-categorie voor is en de Pro-M-categorie. Maar we rijden exact met dezelfde auto. Ook geen ABS. En als ik merkte hoe moeilijk dat was om dat te managen. dan denk ik dat hij er eigenlijk vrij weinig fouten in heeft gemaakt. En dat is toch, wel, uh, ja, is toch wel knap. Hoe groot is het tijdsverschil tussen jullie? Of het snelheidsverschil, is dat nog groot? <tus> Groot, ik bedoel in de racerij, als je spreekt over anderhalve seconde, wat volgens mij een realistische tijdsverschil is tussen ons nu, dat is veel en niet veel in de zin van dat zijn is, is, is een hele moeilijke om te vinden. Hè? Ik bedoel, ja. de laatste anderhalve seconde die vinden per tiende, en daar heb ik ja, 15 jaar over gedaan in die zin, en Tom is in die zin eigenlijk nog maar kort bezig. Dus ja, um, ja we zullen zien de volgende jaren. Hè? Oh. Ja, het, is, het, is vooral, uh, het hangt ook van het soort auto af waar je mee rijdt, denk ja. ik. Als je nu met GT4 of GT3 gaat um, vergelijken, dan zitten heel veel hulpsystemen op en uh, alles mm. wat dat je maar kunt denken. En, um, dan is dat niet zo heel moeilijk om dat tijdsverschil kleiner, kleiner te maken, dan een halve seconde zelfs. Met de protolagen, we hebben het laatste nog niet zo heel ver met elkaar, maar die, uh, die cup is gewoon... Nou, dat is een, een heel zware grote kert, zonder hulpmiddelen, <laughs> met, de Goeie motor, met, met de motor achteraan. Dus uh, ja, dat is geen, uh, geen gemakkelijke opdracht, maar vooral het remmen en zo is goed. Ik heb eigenlijk in het begin van het jaar één of twee keer een foutje gemaakt met remmen met, met een flatspot, maar dat remmen gaat goed, Maar het is inderdaad zo dat gaan zoeken, dat respecteren van dat gewicht van je auto ook gewoon. Je hebt heel veel massa bij en um, je mm. hebt heel veel rol op die wagen en die rol leren je gebruiken om die Gedraaid te krijgen om vroeger op de gas te kunnen gaan. En dat is een auto waar je echt heel op tractie moet werken, echt vroeg op de gas moet kunnen gaan om tijd te gaan te zoeken. Daar redt gewoon wat aan. Dat is een proto. Het is het tegenovergestelde van waar je gewend bent met de prototypes. En wat jij ook al vaak gezegd hebt, San, het is niet dat jullie zoveel dagen hebben om. Die auto goed te leren kennen. Het is echt in de loop van het seizoen dat je die ja. wagen gewoon moet worden. Ja, ik bedoel, testing is super belangrijk in onze sporten. Dat is een sport die je weinig beoefent hè. in vergelijking met alle andere sporten. Ook hè, het fietsen, bedoel, dat is eigenlijk elke dag gaan trainen. En je Tuurlijk. hebt ook de kans om dat te doen. Maar bij ons, een dag gaan testen, dat kost 10.000 à 15.000 euro om het te doen. Daar moeten mensen voor opgetrommeld worden. Er moeten überhaupt dagen beschikbaar ja. zijn. En als je dan bijvoorbeeld voor in dat kampioenschap, de gast King die kampioen is geworden, die heeft 45 testdagen gehad. Wij hebben er 5 gehad, nee, dus zijn er 40. 65. Meer. 65, 65. Ja, nog, nog meer. <laughs> 65 testdagen ja. en twee kampioenschappen: Supercup en Duitse Cup vorig jaar. Dus in het. Buiten die twee kampioenschappen, 65 ja. dagen, want ik heb het hem zelf gevraagd. Ik heb het al verbloemd in mijn hoofd om het minder ja. echt te maar, ja. maar dan, ja, dan nee, is hier nee, wel ik één het, met die nog wagen. erger. Ja. Die, die 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 eet, die hij piste en die kijkt erin daarin, maar die was <laughs> Allee, dat is een beetje... En dat ik hoop van niet, meer. Maar... Als hij voorbij kwam, dat is toch ja. echt, dus, Nee, 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 nee die, die gast je woont dat in je auto, en, uh, was een toffe gast trouwens ook, maar ja. ik weet nu toevallig, mijn auto was nieuw in het begin van het jaar, en je kunt dus kijken hoeveel uren erop staan, ik had 24,5 uur op mijn auto dit jaar. Een heel seizoen gereden. Dat is niks. Nee, dus ik heb 24, een half met je auto gereden. Dat is waanzinnig weinig. Ja, nou, dat is alleen. Ik kan het nu per toeval kan ja, ik ja? het zeggen. Dus, ja, dat is niet veel. Hè. En hoe zit het met de komende Sots. jaren? Wat zijn de toekomstplannen? Uh, pff, ja, ik denk dat wij alle twee zo'n beetje zoekende zijn. We willen wel blijven, denk ik, in, um, in de Carrera Cup ja. uh, rijden. Um, maar ja, we zijn natuurlijk nu op het moment van, van het seizoen een beetje aan het kijken waar en hoe. En uh, zien of dat iedereen nog content is van de sponsors ook. En uh, <laughs> of dat we dan nog een jaarje kunnen blijven doen. Hè. Maar ik, ik, ik vind het een beetje gek om nu al die moeite te doen. dat um, we dit jaar hebben gedaan. Uh, die leerkurven in gang ja. te zetten. En dan nu te zeggen: voert, we zijn ermee weg. Ik wil dat nog wel een jaar of twee, drie blijven proberen. Want ik denk er zit nog meer potentieel in. En dan moeten we er altijd weer nog op halen. Ja, en het zijn ook gewoon een leuke races. Het zijn, ja. zijn spannende races. Het is heel competitief. Het is een half uur alles geven, hè? Dus het is echt uh, full focus. GP um, start, stilstaande ja, start. start met een echte de, ja, stilstaande start. En echt de koppeling aan de voet. Uh, hij moet oppassen met die benen dat hij niet doortrept soms. Dus, uh... nee, jij hebt je pedaal wel eens gebroken. <laughs> Ik heb mijn gaspedaal Hoezo? gebroken. Je ja. Gaspedaal afgebroken. <laughs> Tijdens de kwalie iets te hard geduwd. <laughs> Dat is wel mooi. Ja, dat is wel. Uh, ik weet niet wat een compliment was, maar ik heb het toch zo aangepakt. Je hebt gepusht. Ja, dat is ja. duidelijk. Uh, Koen Wouters was hier een paar weken geleden. We hadden het over Dakar toen met hem. Zou dat niks zijn voor jullie samen? Uh, ik, daar zeg ik absoluut ja tegen, als dat zou kunnen. Ja. Maar wie gaat er dan rijden? Hè? Ja, dat kan gaat, dat gaat, dat, ah, mooi afwisselen. dat kan heel veel ruzie zijn. Mag, ja. dat, mag je afwisselen in Dakar? Uh, ja. Ik denk dat wel, ja. ja. Is dat zo? Ja. ja. Kijk. Maar je moet, ook de, je moet ook handig zijn hè? in Dakaren. dat Daar kunnen we wel eens iets aan bijten. Denken. Zijn jullie allebei niet handig in de auto? Ik wel, ik wel. Ik het uh, is zijn... opleidingen. Kijk, daarom één van de ik twee ben, moet handig zijn, hè ik ben, uh, ik ben een sleutelaar. Kijk, hij kijkt en hij geeft de sleutels aan. Allee, ken jij de verschillende sleutels, Sam? Ik leg die dan gewoon de 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 auto, we verder de aan. En de ja. Een autosleutel en een hagedis die er ook zit. Nu jij dat maar, maat. Ik wendel even weg. Nee, 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 nee. Ja, maar dat zou. Ik denk dat dat een mega graaf avontuur moet zijn. Ik echt nooit vergeten volgens nee. mij. Nee, die verschillende manieren van autosport, dat lijkt mij een fantastisch avontuur. Uiteindelijk is het ook rijden. Hè? Maar ja, er komen gewoon veel andere dingen bekijken. En ik denk dat we nu al met onze, met onze budgetjes moeten zoeken voor ja. veel te rijden in de ik Porsche Cup. Dus, dus, als, dus als er een bepaalde sponsor is die is graag met, met jullie naar elkaar wil gaan. Ja. Stuur naar onze social media uh, platformen ja, of, van PlaySports. Stuur naar Sam of naar of Tom. PlaySport zelf als sponsor bijvoorbeeld? Ik, ik zal het ja. vragen, uh, PlaySports. Tel het, als jullie hen willen sponsoren. Ja. Het <laughs> is een mogelijkheid. Ik, ik heb één keer getest met zo'n auto, met zo'n Toyota Hilux. En uh, dat is iets van het meest indrukwekkende wat ik ooit gedaan heb. Dat is ongelooflijk. Ja, je, je voelde ook die passie toen Koen daarover praatte. Uh, het is, we weten dat, hoe lang doet hij dat al? Ja. Klopt, maar je voelt dat ook hij daarover praatte. Dat, dat, ja, dat, dat zit heel ja. diep. Hè. Hij wil altijd maar teruggaan. Goed, misschien zullen misschien wel met een korrel zand nemen, maar... Uh, <tolk> <tolk> <allee>. <tolk> Wauw, dat is een mooie. Gewoon <tolk> <tolk> om te beginnen, na tien minuten. Mm -hmm. um, in het wielrennen hebben we een nieuwe wereldkampioen sinds een paar Amai. weken, maanden? Een paar weken. Uh, weken, ja. Maar, ja. Drie weken in, het in het wielrennen krijg je dan de mooiste trui die er is, de regenboogtrui. Jij hebt hem één jaar mogen dragen. Als je wereldkampioen wordt in de Formule 1, mag je hmm. nummer 1 kiezen. Ik vind dat eigenlijk weinig. Wil je die dan nou ook zo een paks noemen? Of een, een regenboogauto. Regenboog regenboog <laughs> of uh, een, gouden een, auto ook, <laughs> een gouden auto, dat doen ook sommige wielrenners heel hun carrière. Een gouden fiets. <laughs> Bijvoorbeeld, maar iets moet er niet iets meer gedaan worden nu. Ja. Als Verstappen... Lewis Hamilton heeft nooit met nummer 1 gereden. Je zou nooit geweten hebben dat het de wereldkampioen was. Ja vindt vind dat daar iets, meer, iets extra mag aanhangen. hangen. Er zou wel iets moeten zijn. Ja. Ik denk uh, de vleugel of zo. Of, uh, je kunt in jouw auto's wel iets doen. waardoor de wereldkampioen iets opzichtiger in beeld komt. Een uh, kroontje op de helm. Ja, ja, Een ja. gouden helm? Ja, of, of voorbeeld. Hey, het, het is inderdaad zo dat er in de wielrennerij. Is ook, ach, als, hey, als wielrenner zelf natuurlijk. Hey, je hebt die trui iedere keer. ik nummerke erop. Hey, ik heb geen ene dag niet graag gaan koersen dat jaar. Omdat ja. je gewoon die trui hebt. Dat is gewoon heel speciaal. Hij heeft iets magisch. En um, je ja, zet er ook mee in zo'n rijtje, omdat dat is herkenbaar is. Als je aan Merck denkt: het is een wereldkampioen, trui. en ik heb ernaast gestaan met diezelfde trui aan, dat is, dat is leuk. Dus inderdaad, daar zouden we misschien wel iets kunnen op, op vinden om dat wat herkenbaarder te maken. Maar dat brengt ook echt autoriteit in het veld, niet? Dat scheelt als, echt wel. Ja. Als je er aan hebt, iedereen um, zo. Zelfs de bandjes nadien dan. Hè, als je dan wereldkampioen bent geweest ik je hebt die bandjes op geput zo dat scheelt echt wel. Allee, je hebt dan ook al een, een palmarès en ik denk dat ook wel van persoon tot persoon verschilt. Maar ja. oh, je krijgt meer ruimte, dat is allemaal wat makkelijker. Er is, er is een vorm van respect naar je die je waarschijnlijk zal ook wel verdiend hebt. dan. Maar je krijgt wat meer ruimte. Het is allemaal wat makkelijker. Ja, en in de, in de autosport, in de Formule 1 is het zo: ja, je bent wereldkampioen en dat is het. Ja, ja. Er mag iets meer bij zijn. Ze zijn mega zoekende. Nee? Ja. Bedoel, we hebben die, die zetel gehad voor Max Verstappen in, in Suzuka in Japan. Oh, dat, was, dat zijn van die zwakke afkooksels. Gisteren ja, ja. ook weer met Jackie O'Neill in een auto. Ze zijn heel zoekende, maar in ieder geval ze proberen. En met Liberty Media denk ik. Dat ze wel commercieel genoeg naar elkaar zitten om daar uiteindelijk iets goeds voor te vinden, maar ze ja. zijn er nog niet. Gaat het gaat niet lang <laughs> duren dus dus voordat dus ze met iets gaan komen, denk ik hoor. Het is het is het is echt belachelijk, zelfs. Dus echt belachelijk. Echt, alle, Al die die, die, die trucken, dat ze die ze dat, dat was toch, Gisteren was toch O'Neal in die auto, dat is één ding. Ja. Maar dat heel dat team ja. daarin ja. ging zitten. Was dat ook de bedoeling? Ik weet het niet. Ik ja. konden ja. dat podium nog ineens deftig zien hè waarschijnlijk per, per, per ongeluk erin gekropen. Maar... Ja, die zat al zo lang onder het het uit, podium, zo. dat podium. Ik moet het wel een beetje serieus houden. <laughs> dus er was ook geen zicht om die daar te zien. <laughs> um, goed, de grote prijs zelf dan. Um, ja, het was racen in, uh, in Texas, maar werd een beetje overschouwd door het trieste nieuws van uh, Dietrich Mateschitz, die uh, is overleden, oprichter van, uh, van Red Bull. Eigenlijk een zot verhaal al, hoe die Red Bull heeft opgericht. Als je daarover nadenkt. Op ja, zakenreis zijn in Thailand, drankje ontdekken. Tegen de jetlag. En dan denk, je, allez, dan denk je, de reflex maken, oké, okay, dat helpt, heeft geholpen. Ik moet daar misschien iets mee doen in Europa, of de rest van de wereld. En dan zeggen, oké, okay, we gaan dat voor een testpanel brengen van allemaal mensen. En al die mensen zeiden, dat is gewoon niet te zuipen. Ik bedoel, daar kun je echt niks mee doen. En dan nog eens geloven dat je dat wel kunt. Het is gewoon een, een marketinggenie geweest. En daar moet je toch wel veel respect voor hebben. Hè? Ja, absoluut. En heeft ook een serieuze impact gehad op de Formule 1. Want als je kijkt, sinds Red Bull er is ingekomen. De Formule 1 is veel cooler geworden door Red, door Red Bull gewoon. Hè. Ja, het is het eerste echt merk dat gekozen heeft, wel buiten Marlboro en de sigarettenmerken van, van de historie van, van de autosport, het eerste echt merk dat er tussen geraakt is naast de constructeurs. Hè. Ja, en ook die altijd net die grenzen opzocht. Goede marketing, dat is één ding, maar door alles wat ze ook deden naast de autosport, alle, alle events die ze organiseren, ja. die extreme sporten, dat trok zich ook door naar de Formule 1. Daardoor kreeg je dat team... Zelfs als ze niet goed waren, ook altijd zo'n edgy kantje, een edgy reputatie. Ze zijn altijd zo oh, in Monaco, het, het feestje op die boot. <laughs> uh, ze hebben altijd een keer in die Superman-outfits uh, met het uitkomen van die filmen, denk ik. Dingen gedaan. Ze zijn altijd in de aandacht geweest hè, op een leuke manier. Pushing the boundaries, dat lefhebbende. En dat zit er nog altijd in, hè? dat zit er nog altijd. Hè? De manier dat ze een beetje hun management doen met hun piloten en, en, enzovoort, is ook een beetje op die manier. Dat is niet altijd even positief, denk ik. Er zijn ook al wel heel veel. Allee, er zijn veel meer talenten gesneuveld dan het er uiteindelijk succesvol zijn geworden. Maar in het huidige veld van de Formule 1 zitten er toch zeven van de huidige piloten die door Red Bull in de Formule 1 zijn gekomen. En dat is dan toch wel ja, een mooie statistiek. Ja, het is toch wel iets positiefs dan, die... Academy, die ja, er eigenlijk is geweest. Absoluut, absoluut. Ik denk uh, de manier waarop het raceteam geleid wordt en dat er, dat er soms met de piloot wordt omgegaan, soms niet altijd, dat is keihard. Dat, ja. is, echt, allee, dat is niet het, uh, het losse Red Bull dat allemaal leuke dingen gaat doen. Dat is echt het tegenovergestelde zelfs. Maar aan de andere kant, als je ziet, als je een extreem project in je hoofd hebt, uh, de eerste sponsor waar je naartoe gaat gaan, dat is Red Bull. En die hebben dat zelf gecreëerd en uh, die doen ook ja, vaak klopt, gewoon. Hè? Felix Baum, Baumgartner, die had al dat hele dingen springt in de tijd, dat was ook allemaal Red Bull. Dat is dan die dingen, oké, okay, wat gaan we doen? Wij hey, willen we op de stratosfeer vliegen en dan met een parachute uit, uit een ding springen? Als goed, we zo even Red Bull bellen, die, 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 die betaalt dat wel. Dus ik vind dat geweldig dat dat, dat, dat kan, dat er merken zijn die dat allemaal nog willen doen, hè, want uh, ze worden zeldzaam. Maar het is wel inderdaad, als je ziet hoe er wordt omgegaan met de, met de rijders, zeker Christian Horner, hoe hard ze zijn, kijk naar Elben, kijk naar Gasly de afgelopen jaren, mm. Dat strookt niet helemaal met de reputatie, de coole reputatie die dat, die dat team heeft, vind ik. Het mist een beetje diepgang, vind ik. Uh, als je zo'n programma allee, uitbouwt, dan moet het toch wel iets diep gaan, dieper gaan. En ze hebben natuurlijk zo zoveel vraag dat ze kunnen kiezen. Maar het ging van ah, we willen echt iets bereiken naar een beetje een zwakker afkooksel van we willen de marketing eromtrend doen. En we willen laten zien, we, we investeren nog altijd in jonge mensen. Maar dan er echt aan werken om die mensen te helpen en beter te maken. Ik bedoel, hoe worden. op het moment dat slecht zijn, is ook onderdeel ervan. Hey. Misschien het belangrijkste onderdeel van goed worden is soms ja. slecht zijn. En dat is bij hun zo van. ach, één dag slecht ze. Dat, dat, dat is dan een blijk van dat je zwak bent en dat je, dat je het niet aan kunt. Je krijgt, je krijgt geen krediet daar. Dat is heel nee. duidelijk de afgelopen jaren, denk ik. Heel, heel weinig. Ja. Zeker als jonge gast. Ja. Ik denk ja. dat Perez bijvoorbeeld meer krediet krijgt of gekregen mm. heeft, omdat hij al een bepaalde mm. reputatie had. El ben ik als het waren, zo'n jonge gasten. Maar dat is misschien eigenlijk wel net het punt, omdat wij gisteren ook zeiden van het weekend van ik vond het wel echt effectief, als er zo iemand sterft in zo'n community, zo'n grote naam, meestal zo de, de, de mensen die, dan, die daar uh, Iets over zeggen van wat dat voor hun leven heeft betekend, dat is dat meestal redelijk zo. Ja, Dat klinkt niet echt. Maar Max verstappen, dat vond ik, dat vond ik echt lijken. En iedereen dat er iets over zei, dat dus blijbaar heeft die een man. Die tegematters heeft toch wel effectief dat betekend. En dat wil misschien ook zeggen dat hoe dat nu Red Bull gemanaged wordt en dat dat nu wordt gedaan, dat dat misschien toch niet helemaal zijn initiële insteek was. Hè? Uh, en je zag hem ook veel minder op circuit de laatste jaren. Dus die twee dingen die, die zouden we misschien wel eens ook kunnen overlappen. Je hebt hem inderdaad amper gezien. Uh, ze hebben wel gewonnen voor hem gisteren. Ze hebben een mooi geëerd uh, emotionele overwinning. Maakt zo'n stappen die achteraf gezien nog gemakkelijk wint. Maar ze maken het hem wel moeilijk. Ook al kan het team daar niks aan doen. Maar dat blijft toch zoiets. Als zo'n zo gun niet werkt, zoals gisteren het geval was. Die bandenwissel gebeurt niet goed. Als rijder, als piloot moet je dan toch echt... Zot worden. Zot worden. Een reactie zijn reactie zei ook alles. Dat zouden het is niet expres gedaan om het spannend te maken. <lacht> <lacht> het zou kunnen. Voor ons, voor ja, ons was het die, tof. Die wheelguns, dat, dat is trouwens een super high-tech stukje ja. apparaat. Hè. Dat, wordt, dat wordt ook gereviseerd, gelijk een motor en zo. Dat kost stukken van mensen, zo'n wheelgun. Dus mensen denken altijd, even dat wil erop zetten. Maar <laughs> die gasten die dat daar moeten gebruiken, ook, die worden daar dagelijks uren mee getraind. Maar dat kan ook gewoon een stuk gaan, natuurlijk. Hè. Dat draait hoeveel toeren? 30, 40, 1000 ja, toeren of zo. Zijn, dat motorke. dat is, uh, Dat is super high-tech. Ja. Maar af en toe gaat dat stuk. Maar gelukkig, was Wielgang zo dat die kapot was? Of? Ik denk het wel, ja. Of dat er toch niet... Ik denk dat het wel draaide, maar niet met genoeg ja. kracht. En dan moeten ze die reserve pakken. Maar je zag ook wel dat ze daar nog niet. Daar hebben ze ook wel wat tijd voor nodig gehad. Dat duurde dus lang dat voor ze je... die andere voilà. hadden gevonden, ja. Dus die lag daar wel, maar dat, dat komt dus niet zoveel voor. Maar ik ben wel op zich blij dat dat soms voorkomt. Want vroeger hadden we met de tanken hadden zo de foutenmarge de foute ja, groter. Ja, ja. En, en dat is nu zo verkleind en er gebeurt bijna niks meer. Ik vind het toch wel stof dat er soms iets misloopt En het heeft gelukkig ook voor een betere Grand Prix gezorgd. Ja, het hè? verschil ja, het was toch spannend, echt? Ja. Hè? Ja. Maar ja. door de jaren, de verschillen die, in die pitstops, als je kijkt hoe het 20 jaar geleden was. Ja, we, we, we zeiden dat dit weekend ook: van, het is belachelijk hoe. hoe ja. het, is, het is voorbij, hè? Dat is ja. inderdaad zo, in de pits nog echt zo stonden: van, hier staan we, hier moeten inrijden. Dat was allemaal nog zoveel meer amateuristisch. Dat is echt hè. Um, Gelukkig hebben we dat gehad gisteren, dat we nog ja. een beetje spanning hebben gekregen. Want aan verstappen was niks te doen. We hebben wel nog eens een leuk duel met Lewis Hamilton gezien. Toch heel even. Heel even. Ja, heel eventjes. Nee, maar ik, ik had er even nog zo. En dat, dat is uiteindelijk eruit ook, gekomen. Ik dacht ook effectief van oh, Hamilton kan misschien nog winnen, want dat op de aardem band zo. Ja. En ik dacht dat ook al, zodat Max hem voorbij ging. Ik zeg, die de band gaat beter reageren hè, met het volgen. Als er maar, anders maar, misschien? Maar dat was dat niet. Ja. Nee, nee. <laughs> maar het, het idee was er wel. Dus ik had echt zoiets van. De hoop. Oké, het was spannend. Ja, zeker het was bij spannend. het inhalen, want ja. Hamilton had daar de betere exit. Ja. Hij kwam er nog naast. Het scheelde niet veel, maar. Die snelheid van die Red Bull, da daar was gisteren nog eens extra duidelijk aan die snelheid van Red Bull valt niks te doen. Die snelheid niet, en ik vind ook gewoon, je moet dat ook wel zien in hoe dat je je voelt op die moment. Max Verstappen is al heel het jaar bezig mee, mee, met zijn zelfzekerheid uh, te doen pieken. Dat is ondertussen al een half seizoen, denk ik, op een heel hoog niveau. En als wat hij doet lukt, weet je, hij zet er zelf eens mij in zijn auto van ik ga die pakken. Ik bedoel, hoe dan ook hoe ga ik dat doen. En als je dan zijn inal manoeuvre ziet, dat is met zoveel daadkracht. En bij Hamilton zie je dan toch... Een iets, uh, hoe moet ik dat zeggen? iets minder getrainde versie van hem nou, op dat vlak. Conservatiever, Die... Ja, een het... een voorzichtiger. Want het, ik zit nu in een mogelijkheid dat misschien nog eens kan gaan. En dan voilà. zelfs Hamilton, zijn met een pak ervaring en, en, en zeven wereldtitels, dat geeft toch een ander gevoel dan dat je daar als stappen naartoe aan het rijden en zeggen: Je bent net wereldkampioen geworden, je weet al van het is binnen. Pff, krijg je gewoon erbij en klaar. Dus het is minder is, van belang. Dat, dat, ja, dat scheelt. Ja, dat is... ja. Minder vertrouwen in de auto ook. Hè? Zou ja. ook een rol spelen. Hamilton weet ook dat zijn wagen gewoon minder goed is dit jaar dan die van Red Bull. Ja, als je dan zo'n Red Bull ziet afkomen, je weet dat is Verstappen. Hij heeft hem toch al voldoende gezegd ook. Hè? <lacht> <lacht> heeft hij duidelijk genoeg gemaakt. Gaat hij nog eentje winnen dit jaar? Hamilton nee. heeft toch nooit een seizoen gereden ja. waarin hij niet heeft gewonnen? Hij heeft ja, toch drie is... kansen? Ik betwijfel het heel erg. Uh, gezien, het, he? kan, het kan, omdat alles kan in de autosport. Maar ja, zoals ik, gisteren, dan moet er iets gebeuren. En waar dan? Hij kan, hij kan, hij kan vooraan zitten en hey, max kan bijvoorbeeld die wheelgun, als dat 10 seconden langer duurt, ja, het kan wel. Maar is ja. het wel een mogelijkheid dat het kan, maar het zal niet, uh, niet logisch zijn. Mexico, Brazilië, Abu Dhabi. Ik, Ik zie Brazilië dan misschien nog als meeste kans, ja. want dat is het, het minst. Maar oh, alstublieft. Dat daar eigenlijk dan geen rechtstuk is, het rechtstuk van de, waar de finish ligt, dat is ook lang uh, vol gas. Ja, Abu Dhabi is heel snel en, en, en Mexico heeft, een heeft langs terecht, het langste rechterstuk op de kalender. Dus die Red Bull is zo'n topspeed zo snel. Ik betwijfel dat ze dat Ik bedoel, er moet, uh, misschien dat er regen is in Brazilië. Kan altijd. Maar is dus Max Verstappen ook heel goed. Zeker in Brazilië? My. Ja, zeker in Brazilië inderdaad. Langs de buitenkant overal. Dus ik weet het niet. Er moet, moet een beetje een freaky race zijn, denk ik, om, om, om daar een kans op te maken. Het zou wel een mooi record zijn om in stand te houden. Elk jaar een race ja. winnen. Want we praten over die zeven wereldtitels, maar misschien is dat eigenlijk nog wel indrukwekkender, dat hij ook in de jaren waarin hij niet de beste auto had, dat hij er dan ook in slaagt om, om te winnen. Nou, ja, ik vind dat ook wel, maar ja, we zullen, we zullen zien, hè. zoals Sam ook zei, ik denk, dat het is, uh, het, er moet iets gebeuren om, ja. om dit jaar nog een wedstrijd te winnen. Hij gaat niet winnen met hem er bovenuit steken, op wat hem beste was in de dag, er zijn zoveel auto's en uh, combinaties autopiloten die ja. dat op dit moment uh, boven hem staan. Uh, maar inderdaad, ja, als je kunt zeggen dat je ieder jaar van je carrière ook in de mindere jaren uh, een wedstrijd hebt kunnen winnen, dan uh, dat is dat misschien een, een krachtigere statistiek dan uh, zeven keer wereldkampioen worden met het beste pakketje. Ja, ja exact. Uh, Verstappen heeft nu dertien overwinningen, dat is een evenaring van het record. Heeft wel meer kansen dan de vorige recordhouders, uh, Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Meer wedstrijden. Ja. 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 Betekent, betekent dat record iets in jullie ogen? Ja. Dat... Dat betekent iets, maar ja, dat betekent dat Max dit jaar er gewoon ver bovenuit steekt. Hij heeft 13 wedstrijden gewonnen. Waarschijnlijk kan dat er 14 of 15 worden. Voilà. Ik vind dat ook maar, zo. Maar, het is niet dat ik uh, op statistiek zit te kijken van. Uh, ja. amai, in, in, in 75 was, dat, was die en. Uh, Procentueel, ja, was dat zoveel hey, meer. Ik bedoel, ieder jaar is anders, ieder seizoen is anders, iedere generatie is anders. Uh... Ik zie de mensen op social media al zo zeggen: zo de Schumacher-fans tegen de Verstappen-fans, dat was toch een procent te weinig. Maar, maar dat is ja, de Amerika <laughs> Amerikaanse insteek, hè, dat is hoe er gediscussieerd, gediscussieerd wordt over de beste voetbalplayer ooit, ja, de dat beste is dat basketter waar. ooit. Dat is, hoe dat is bij ons meer. Minder... Statistieken, dat is wat. Dat is dat wat telt. Die heeft zes titels. Die heeft er vier, maar die heeft toen dag gewoon. Dat is, ja. ik, vind, ik vind dat zo. Ik vind zo. Alleen de beste casseirijer ooit. Dat weten we zeker. Bedrijf. Project de Vlaming. Ja. Dat was steengoed. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Heel schoonzaam. Nee, maar Dat is bij ons in de wielrenrij was dat ook okay, geprobeerd dan generaties gaan te vergelijken en zo. Maar waarom? zouden zouden dat zelfs doen? Allee. In de jaren 70 uh, waren er drie landen waar het er met de fiets gereden werd, <laughs> nu reizen overal met de fiets en komt er gewoon ja. veel meer volk samen. En... Plus, je, dus... kunt, je kunt nooit een eerlijke vergelijking krijgen, nee, want ja. je kunt die leeftijden niet meer bij elkaar brengen op eenzelfde piek. En ik vind ook zo die logica, Max Verstappen is duidelijk dit jaar de beste geweest, en zijn de beste packer bij Red Bull. Dat is dan, hij is een wereldkampioen, dat is de bekroning. En zo, maar zou hem nog een wedstrijd kunnen winnen? Ja, duidelijk dat hij kan winnen. Hij heeft er al 13 gewonnen. Bedoel, ja, dat kan, dat is toch niet zo'n wauw moment. Sam, we moeten ergens over praten. Ja, okay. Okay, er zijn nog drie races. <laughs> nee, we gaan Alles gewoon, is beslist. We gaan gewoon het is gewoon Het is gewoon goed. Ik, geweest. Vindt, ik heb het hier. gehad. <laughs> 30 minuten. <laughs> um, de, de, door het overlijden van Matasheet zijn de gesprekken trouwens opgeschort tussen de FIA en Red Bull over het overschrijden van de budgetcap, de, budget de costcap. Uh, nu heeft ook McLaren zich meer gemoeid. En Zac Brown vind dat ze hard gestraft moeten worden? Wat vinden jullie daarvan? Ik het is een dat... kleine overtreding blijkbaar. Ja, ik vind, uh, ik, ik persoonlijk vind dat een hele moeilijke. Ten eerste, het is het eerste jaar. Ten tweede, er zijn ja. heel veel uh, onderaannemingen die dat zaken doen voor zo'n autosportteam, voor een Formule 1-team. Die dingen maken, die, die soms ook duurder uitvallen dan als ze gepland zijn. Al hebben we weten al twee wat dat budgettering en is. Hoe moeilijk dat dat is. Ja. Dat is echt belachelijk moeilijk om dat echt op voorhand juist te zeggen. Je zit met schade aan die auto's en zo. Allee, ik, ik, ik denk dat er een, een budgettering moet zijn, inderdaad, naar ontwikkeling toe. En um, naar kosten toe, dat ze kunnen maken. Maar ik denk wel dat er een stukje marge moet zijn voor onvoorziene kosten. En, ja. Als die verdedigd kunnen worden. Ja, want het stukje van de financiële dopingen. Ik, 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 voel, ik volg het wel. Hè. Je zet ergens een limiet op. Mm. En die limiet moet iedereen respecteren, omdat er anders gewoon ja, terug hetzelfde gebeurt, maar dat er de voorbij. 100 jaar gebeurde, vanaf dat er mensen aan een autosport begonnen zijn, wordt er degene die het meeste geld investeert het snelste. Zo simpel is het gewoon. Maar um, ja, het is een beetje een heksjacht nu aan het worden, denk ik. En ik denk niet dat ze bewust echt uh, gevoefeld hebben om, om meer geld kunnen uit te geven aan je auto. Anders hadden ze ook wel meer uitgegeven. Veel meer uitgegeven denk ik. Uh, ja. dan... ja. uh, het is ook niet dat er een, een geheime constructie naar boven is gekomen, worden het er via Van is deur ja. geweest of zo, om dan toch nog 5 of 10 of 50 miljoen extra te kunnen uitgeven. Ja. Volgens mij is het echt gewoon een stoem fout geweest. Dat is geen nieuwe bliksem Red Bull ontwikkeld werd, maar een <laughs> stuk ophanging in de vorm van een Britse Red Bull. Ze hebben wel <laughs> veel te horen gekregen dat ze cheaters waren, blijkbaar afgelopen weekend in de States. De supporters waren daar heel Ja, maar Dat, is, dat is, op. zijn hemotten, ja. een stuk hemmotten, zijn ja, van Amerikanen. Dat is waarom dat, 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 is omdat dat mm. zo gevoelig ligt. Hè, want uiteindelijk uh, denk ik niet dat er. Echt het, het, het core business gedeelte van, van de, de ontwikkeling van een auto is zich bewust is geweest, misschien van, van een budgetoverschrijding. Maar dat blijft plakken, zoiets. Hè? Ja, dat is wel. Het zijn, dat, dat, nu, dat dat nu waar is of niet, en dat dat nu 100.000 euro of 5 miljoen is. Dat mm. maakt niks uit. Hè. Cheaters, uh, yeah. you got the world title because you're cheating. Ja, en, en vorig uh, jaar had je ook gezegd, ook al dan Ja, ja dus <laughs> dat is een heel gevaarlijk iets. En ook als je de sterkste, zij worden sowieso aangevallen, denk ik. Hè? Ja, en meestal het, wel. Dat is ja. Een Bij Mercedes viel het eigenlijk mee, dus vind ik, in die jaren, dat ze dominant waren. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, er was misschien ook wel minder scrutiny in die zin, omdat de budget cap toen nog niet echt in voegen was. Maar ik denk dat het, is, het, is, het is moeilijk is. Je zou kunnen zeggen dat een kleine overtreding dat is. Een kleine overtreding, wat, wat is dat dan? Maar natuurlijk, als je over 5% praat, en van 145 miljoen of 140 miljoen, dat zijn een aantal miljoenen dan. Waar je effectief wel iets mee kunt doen in de windtunnel. Dus dan, dan spreekt u wel over een, misschien 1 of 2 tiende dat je een auto vindt. Maar ik denk in die zin, zoals jij ook zegt, ja, we weten niet in welke vorm het is gebeurd. Ik denk dat de FIA dat echt heel contextueel moet gaan bekijken van, oké, okay, waar was die breach, waar is die overtreding, nou, waar is dat geld gestroomd? Met hetzelfde geld is dat gestroomd nee dat is misschien belachelijk maar personeel voor het eten van personeel als zo het zou ook kunnen dat zei, is het wel uh, wel, nee. of hotels ja, ja. of Dat of toch ja ik dacht ik denk dat ze daar iets ja catering <laughs> goede catering op de Red Bull Ja, op de Barok je van pasta dat ja, we is... dat niet moeten doen gasten. Ja, dat was, echt, was gewoon ik wil, de fact, de fact, de ik wil die factuur die betalen we een jaar. Dat is echt. nee ik, bedoel, ik ben al denken. maar is het beste eten daar Red Bull en McLaren bij Red Bull krijg je meer ja, ja. Je bent ook een veel grotere fondaar. krijg je vleugels van, ja. Ik vleugels van. Ze zijn ook wereldkampioen geworden bij de constructeurs. Mijn... Um, interesseert jullie dat? Als liefhebbers? Wie er wereldkampioen wordt Me... bij de constructeurs? Nee, Me... Echt niet. Boeit niet. Nee. Allee, als je het mij vraagt, nee, als liefhebber van a... de sport? Oh. Weet je wie dat ploegenklassement in de Ronde van Frankrijk gewonnen heeft? Ineos ik weet het niet <laughs> nobody cares nee, nee dat is waar. <laughs> ja, teambazen zullen dat belangrijk vinden Paul ja dat is zoiets, in Spanje de Spaanse ploegen die, die, die kicken daar wel wat op zo. Die, dat is echt een teamklasse maar ik denk dat niemand er echt mee bezig is het is zo'n moment om zo weer even uit te pakken en ze gebruiken het om het er maar, ligt, maar zouden ze het anders gebruiken? Ik denk dat voor Red Bull wel, omdat je, je komt uit jaren van dominantie en je vecht toch uiteindelijk tegen die mm. grote reuze die je wilt verslaan. En uiteindelijk lukt dat dan nog echt. En dan is dat natuurlijk wel een mooi moment, want anders doet het voor niks hè. Als, je, ja. als je de successen niet meeplukt. Maar ik denk dat er in de, de buitenwereld, de mensen die aan de autosport kijken, zo'n constructeurstitel, dat dan niet iets is waar ze mee bezig zijn. Sergio Perez kennen we, dat is niet gezegd. Vind ik raar. Mark Webber is in mijn geheugen toch ook vice wereldkampioen geweest. Maar ja, sinds die tijd is Sergio Perez dan de eerste die een 1-2 kan volbrengen in het wereldkampioenschap voor Red Bull. Dat is dan wel mooi, dat vind ik op zich wel mooi. Dat betekent meer dan de wereldtitel voor ons, wil ik zeggen, voor de liefhebbers, niet voor het team zelf maar voor wie ik dat is misschien relevanter. Behalve als je Ferrari fan bent, ik wil zeggen, bij Ferrari denk je dat zo'n wereldtitel voor de conserveurs nog net iets iets belangrijker is, iets meer leeft, zoals jij net zei, bij, ja, wieler, ja. bij de Spaanse wielerploeg ja. daar. Heeft dat meer belang? Ja, dat is hetzelfde. Hè. Die zitten er ook weer al... Hoe lang ontwachten op die constructuurstijl nog? Dus ook al meer dan tien jaar. Ja, ja. Ja, langer, want Räikkönen was 2007 zeker. Räikkönen was 2007, ja. Maar dat was, uh, was toen constructeurs. Uh, nee, denk het ook niet. Hè? Allee, dat is in ieder geval al heel lang geleden. Vermeersch, die, zitten, Vermeer, die, die zetten, weet zo'n ding. Die, ja, die <laughs> zitten ook met die uh, historiek van uh, het grote Formule 1-merk, het grote Ferrari. Met een, een fanbase van hier tot in China, letterlijk. Ja. En um, <laughs> die boksen nu ook op tegen die Rozen, want tenminste zijn zij ook uh, een beetje een underdog geworden. 2008 de laatste keer gewonnen. Ja. Toen uh, Hamilton wereldkampioen is geworden, net voor Philippe Massa. Toen heeft Ferrari voor de laatste ja. keer de wereldtitel gewonnen okay. als constructeur. Dat ja. ja. is al veertien jaar geleden, hè? Ferrari. Ja, plus als je de, 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 het rijdersklassement wint, maar niet het constructeursklassement, dan is het constructeurs, constructeursklassement ook toch veel minder waard. Een troostprijs. Hè? Dat is dan een troostprijs. Is nu is het gewoon een versteviging van Max Verstappen, plus dat. Zoals vorig jaar dat Vorig jaar was het een troostprijs voor de Mercedes. Inderdaad, ja. dus Maar dan niet zo heel en veel geld En ook je moet een kat in kat noemen. Absoluut. Het <laughs> brengt wel wat op. Hè? Uh, maar... de, race, de race zelf dan gisteren. <coughs> ik las op social media heel vaak. <coughs> beste race van het seizoen. Ik vond het ik vond, ik vond eigenlijk ook wel. Ik vond het wel heel leuk om te kijken. want Je verwacht inderdaad dan zo van. Hè, het gaat een beetje uh, de processie van echternacht zijn. Ze slepen zich inderdaad naar het einde van zo het, het seizoen het, hè? toe. Ja. Maar dan gebeurt toch weer van alles. En, um, ja, ik vond dat ik van, my, hey, hey, Wat Alonso daar nog over komt ook. Uh, met dat spiegel kunnen, Ja. Dan. Dat, dat, dat hoort ook niet veel mogelijk. Hè, want je had dan nog een berenrace gereden. Ja. Maar, want ja, is, het, uh, Alonso krijgt 30, 30 seconden. seconden straf. Ja, eigenlijk ja. een stop-and-go, wat dan omgezet wordt in een 30 seconden penalty nee, achteraf. Geen... Wat eigenlijk, en, en zij gaan dat nu betwisten, hè, want het is eigenlijk al een beetje zever. Ik bedoel, die crash gebeurt. Um, Oké, okay, ja, die spiegel die zit los. Die is al überhaupt gewoon maf dat die auto nog rijdt. <laughs> dat hij ermee verder rijdt. <coughs> Denkt, okay, dat er dat maar, maar een spiegel is. Voilà, ja, aan alle kanten gebroken. Ja, maar je stuurt je auto buiten, er, het is niet dat je die gaat voelen van vertrek, mijn gast. Ze ja. eh, dus hangen al het weer vast. Vooral, de regel is: een zwarte en oranje vlag. Ja. Als het niet zo is, hè? Ja, dan moet je eigenlijk binnenkomen om het heel te herstellen of het losse onderdeel eraf te halen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En de stewards gaan hier koers zijn hier toch een beetje in gebreken. Ja, ja. Die tijdens de ja. race zelf komen. die dat ja. ja. zien, dat maar Op het moment dat dat er afvliegt, dan is eigenlijk het probleem weg. En Dan is het ook ja. al te laat eigenlijk. Ja, ja maar dan, ja. dan kunnen ze eigenlijk geen sanctie vergeven. Want dan kunnen ze zichzelf eraf... ook niet meer in de spiegel kijken dan? Hè? <laughs> nee, komt nee, nee, wat dat is... fout was dus. Je kunt niet <laughs> iemand. Uh, normaal kunnen je geen sanctie krijgen als er een onderdeel van hun auto afvliegt, want dan kunnen ze iedere splitter dat er afvliegt gaan mensen beginnen sancties geven. Alonso wordt buiten gestuurd, die weet niet je spiegel er wat afvliegen. Hè? Maar nee, ja. en, en die en wordt dus... eigenlijk ook zo bestraft voor een incident waar hij zelf niks aan kon doen. Ja, want daar moeten we inderdaad misschien mee starten. Hè. Hij zit achter Stroll in die slipstream, komt daaruit. Ik moet zeggen, als je het achteraf bekijkt, het gaat natuurlijk zo snel. Um, maar het, was het wel het, stevig. Het is, het is te laat. Van strollen. Het is te laat ja, van strollen. zaten maar al langs. Hè. Ofwel intimideerden of laten, kijken, ja. laten zien van ik heb u gezien en ik ga u niet zomaar ja. laten gaan. Maar als je perfect op een lijn blijft zitten en dan op het laatste moment, als die achter je commit aan... als die je commit kan, je ook niet meer terug. Door je zoveel meer snelheid dat je mee hebt, ja. dan moet dat al gaan remmen. Um, en het doet dat gewoon te laat het is, het, zijn, het is zo dat verfijnd kunnen racen wat zo'n grave gasten als Alonso eigenlijk onderscheidt en dat is waar mensen zoals Troll, Latifi heel vaak in de fout gaan, die, die hebben dat eigenlijk niet echt. Die gaan altijd in zo'n situatie terechtkomen waar het zo net niet was. Maar Alonso komt daar waanzinnig goed weg hè? Wow, ja, ongelooflijk. Ja, no, no, want ja. Auto, die auto is echt airborne. Tegen die ja. snelheid. Als die, als die wil, ik, ik snap ook niet waarom het die auto niet is rondgegaan. Allee, waarom het die niet geflipt is. Ja. Ik, ik snap dat gewoon niet. Want dan staat die hele bodemplaatje omhoog. En toch komt hij nog terug naar beneden. Ja. Ik snap het niet. Ze zou denken, die wind ik, ja. komt er nog rond. Echt... Oh, ja, hebben ja. Al, en We ja. hebben dat ja. in het verleden ja. genoeg gezien. Zeker in de lagere is... klasse, dat een wagen gewoon opstijgt. Hè. En dat is heel bizar, want dat zijn enorm sterke dingen. Zo die, die Formule 1-auto's. Maar dat is heel vaak in autosport. Als je een auto op zijn dak landt. Die zijn nooit voorzien op krachten die er zo op komen. En die breken vaak gewoon in tweeën. Ja, dus ik, ik, ik denk dat dat niet goed was afgelopen. Als je was omhoog bij gegaan. Joe hebben we het gezien hè? in Silverstone, die ja. crash. Waarbij de roll-hoop-structuur eigenlijk veel verder was afgebroken dan de bedoeling was. Omdat inderdaad die initiële hit zo hard was. Maar dat wordt nu ook um, voor volgend jaar ook aangepast trouwens. Dus maar tegen die snelheid waar nog veel hoger was. Maar zelfs als hij hem in die catchfencing had gevlogen, bedoel, ja, allee, de was... rotatie die hij dan volgt en de krachten op je lichaam, ja. hij is er echt, echt, echt goed mee weggekomen. En je hoorde dat ook aan zijn reactie. Oh, dat ja, hij meteen ja, zelf besefte ja, ja. hoe goed hij was weggekomen. Ja. Die, maar, die ademhaling alleen maar. Voilà, maar dan de kwaliteiten van een Fernando Alonso, die dan naar de pits uh, mengt en daar dan... Oké, okay, oh, die auto die werkt nu nog, nog. nieuwe vleugel erop, gas. En die dan uiteindelijk nog zichzelf in een window van concentratie krijgt. Om dan echt een berenrace nog te rijden. Ja, was en, dan te en, dan te en dan achteraf bestraft te worden. Ja, maar ja de omdat, de de FIA, nee, omdat de koersdirectie niks doet. Plus, je zou kunnen zeggen: ja, ze hadden het niet gezien. Um, Haas heeft het twee keer doorgegeven. Uh, dat de auto van Alonso dat er iets mankeerde, dat die spiegellossing. En het moest er nog eens gebeuren dat hij er afloog wanneer die Magnussen passeerde. Voor iets waar Haas al twee keer voor bestraft is met die loshangende voorvleugel. Dus het zijn allemaal factoren bij elkaar die geleid hebben tot die straf. Maar ik weet niet zeker uh, dat dat zo uh, gaat blijven. Ik denk misschien dat dat een kant teruggedraaid wordt. Ja, ik hoop het. Dat zou terecht zijn. Wel een lekker ja. begin van zijn relatie met Lance Stroll. Ja. Ja. ja dat was ik echt hey ja, vol ja. volgend jaar binnenkomen. Hi, mate. Hey. Weet, weet je nog vorig jaar was het plezant toen hè dat is... ja. Ja. die trouwens wel een drie, uh, drie plaatsen grid penalty heeft gekregen hè? Ja? Oh, voor de volgende race door dat, door, dat door dat manoeuvre want het feit van die Terecht. spiegel en, en, en dit is eigenlijk zijn twee aparte dingen ja. hè? twee aparte zaken nee dus. het, was, uh, het was echt op de randje die dat manoeuvre zeker dan die snelheid ja net te laat uh, Sainz is ook gecrashed in het begin van de race, ja. eerste ronde al. Heeft daarna serieus het slachtoffer gespeeld bij de pers. Ja. Wat was u, ik heb er een heel duidelijke hey. mening over. Wat was uw mening? Het um, dit is, dit is, dit is dubbel. Allee, Russell kan op die moment hij die, die commit vol ontbaken die en attaqueert die een bocht compleet. Je gaat natuurlijk niet extra ruimte geven aan de binnenkant zodat Science daar zijn een, zijn een goede exit geeft. Dus hij, hij optimaliseert zijn eigen exit. Klopt. En Science stuurt gewoon volle naar binnen om goed te zitten voor de volgende. Het is eigenlijk het zijn eigen eraf gereden. Ik vind dat ook. Ik vind dat ook. Het is weer... Het is, het is weer... een samenloop van omstandigheden, maar die kunnen je wel verwachten daar ja. in de start. Russell zit niet zomaar zo ver mm. in je bocht. Je zit daar omdat hem zo weinig mogelijk ruimte aan je buitenkant wilt geven, voor je volgende bocht, die wil daar zitten. Mm. En dan moet je gewoon rekening mee houden. Het is toch weer een beetje ruimtelijk inzicht hebben. Hè? Ja. Ook daar weer, hè, dat, zijn, dat is wat de greats misschien onderscheidt van, van de hele goede. En science het begint al met een slechte start. Als je goed wegkomt, ja, heb je dat probleem al, al gefrustreerd in de eerste bocht. Voilà. In, en uh, niet uit. <laughs> ja, niet uit. Nee, inderdaad. Oké, okay, het punt werd aangehaald en hij kreeg er dan vijf seconden voor George Russell, want hij blokkeerde zijn voorwiel. Waardoor het lijkt dat hij schuift tegen science. Maar dat is helemaal niet het geval. Nee, ja. Want George Russell die had inderdaad geblokkeerd, maar wist die auto toch stil te zitten. En hij had ergens in het midden van die bocht uitgekomen. En als Sainz had gecommit of gebleven op de lijn die hij had gekozen aan de buitenkant, dan was er niks aan de hand. Hij komt van zijn gas om terug naar binnen te kunnen gaan, dus verlaagt in snelheid en kapt wel heel brusk naar binnen. Ja, Russell kan niet verdwijnen. En op dat moment in de race is het ook gewoon niet slim om dat te doen. het nee. de race, het hele pak is nog samen. Als je dan je lijn niet aanhoudt die je op voorhand hebt gekozen... Dan... Besef je gewoon, of dat weet je zelf goed genoeg, dat je jezelf en de rest in gevaar brengt. Het is iets goed maken dat al verloren is, en ja, dat, heeft, dat loopt meestal niet zo goed af. Nee, nee maar het is dus, ja. Die slechte start die zorgt al voor een, een pak frustraties. En je start, allee, ofwel goed of slecht, maar goed starten, dat gaat je waarschijnlijk ook gewoon met de nodige Geen motivatie vertrouwen. en vertrouwen ja. in de eerste bocht maar je start is al fucking En dus, daar komt al een stressniveau bij. Dat er al was van die, van die start in een Formule 1 auto. Is dat al redelijk indrukwekkend. <laughs> dan komt er nog eens een stressniveau bij van shit. Ik heb hier mijn pole position weer, weer net de klote gedaan. en het is ook vaak bij hem net niet zo. En dan uh, red ik al gewoon anders dan die eerste mocht. En dan kun je er eigenlijk al gif op innemen dat het fout maakt. Ja. En ik heb ook het Als gevoel die... dat, het bij, dat Carlos Sainz meer last heeft van zo'n stress op zo'n momenten. Dan bijvoorbeeld een Verstappen ja. over Leclerc zou hebben. Als die geen goede start hebben, dan hebben die iets meer. Iets meer poise, iets meer, iets meer rust. Ja, ja, ja. ik ja, dat, 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 denk dat dat toch een beetje basistalent is. Hè? Dat iets groter is bij die gasten. Het die zijn, zijn iets meer echt sportieve machines die gemaakt zijn om te winnen. En ik denk dat Sainz niet echt de pure winnaar is. Het is een fantastisch goede piloot. Ja. En, en kan dat niveau aan en past zich aan en, en kan goede resultaten halen. Maar dat is niet de gast je zegt, als Ferrari nu de auto bouwt, dan is die wereldkampioen. Dus je zegt denk ik altijd, dat is Charles Leclerc. Dat gaat ervan uit. Ja, Leclerc heeft ook gisteren eigenlijk opnieuw een knappe race gereden. Ja, heeft een goede race gereden inderdaad. Ik denk, in deze fase van hun jaar, ze zijn denk ik wel sterk bezig met volgend jaar. We proberen vooral geen fouten te maken strategisch in de race. Ik denk dat Ferrari dat wel beter doet. Maar het blijft op zich erop neerkomen dat ja, Red Bull topsnelheid is fantastisch. En het bandenverbruik is ook een stuk beter dan die Ferrari, die de banden snel warm krijgt, maar dus ook sneller verbruikt. Maar ik heb wel het gevoel dat als de als Ferrari zijn zaken op orde heeft volgend seizoen, dat Leclerc opnieuw echt gaat meedoen voor die, voor die wereldtitel. Het talent ja. bij die gast, dat, dat kennen we, dat is er duidelijk. Maar ik denk dat hij ook minder en minder fouten gaat maken naarmate langs zijn carrière vordert. Maar ik denk dat het vooral Ferrari is die men minder fouten ja? moet gaan maken. Haalt Ferrari Absoluut. weg uit Italië? <laughs> nee nee, maar breng het naar België. Ja, zullen wij dat wel <laughs> Nee nee, maar ik denk dat het testrijder voor Ferrari. Ik denk, ik denk, dat het pakket bij Draag. Ferrari echt uh, dik in orde is. Um, maar gewoon, ja, er zijn dit jaar ook weer echt van die dingen gebeurd dat je gewoon niet vermogelijk houdt. Um, Sebastian Vettel heeft zijn laatste grote prijs van Amerika gereden. En ik heb het gevoel dat die mensen de laatste drie weken, vier weken, ja, teruggoesting heeft. Ja. Ja, die beseft ineens, ah, het is gedaan binnenkort. Nee, echt. Ja, dat is iets raars. Hè? Ik heb dat toevallig zelf ook meegemaakt. Ja. Oh, ja. echt? Nee, nee, nee. Dat is echt, die laatste wedstrijden, en zeker dan ook die laatste wedstrijd, dat is echt iets heel speciaals. Dat is het, uiteindelijk uh, hetgene geweest waar je dan zo hard voor moeite gedaan hebt om daar te geraken. En dan mm. wordt dat je leven. Want dat is, op die moment bestaat er niks anders. En dan ineens keer beseft je van, dat is eindig. En wat nu? en dan uh, ja ik, ik kan mij goed verplaatsen in het hoofd van, uh, van Vettel op dit moment. Had jij meer motivatie en meer goesting voor ja, die, die dus, laatste, ja, laatste wedstrijd? Ja, als die kilometer beginnen af te tellen, dan worden die veel belangrijker. Ja. Dat is de laatste kans, hè? Ja. Dat is de laatste kans om op dat niveau te laten zien wat je kunt. Dat is eigenlijk wel, het is spijtig dat dat, dat dat soms dan nodig is, hè? Want als je naar Vettel kijkt de afgelopen jaren, ik vond dat ja. vaak ongeïnspireerd hoe die rondreed. En als je hem dan Zo. nu ziet, dan denkt je van. Damn, die gast is eigenlijk ja, nog echt. intrinsiek zo, zo goed. Die twee moves. Echt, echt genialiteit, hè? Ja, genialiteit. Buitenkant Albon, ja. dan buitenkant Magnussen. En Magnussen voorbijsteken langs de buitenkant. Dat is een van de meest agressieve piloten ja. van het veld. Je ziet die auto ook totaal uit balans komen. Om dat dan af te maken. Ja, dat is een genot om, om, om dat te kijken. Dan is het bijna spijtig dat hij hem vertrekt. Maar goed, misschien had hij hem dan nodig. Hè? En spijt hij dat hij die pech had gisteren ook, hè? In de pitstop ging, was niet geweldig. Ja, ga, zelf gaan want anders had hij ja, top 5, top 6 ja. kunnen eindigen. Ja, absoluut. En ik vind dat hij gast eigenlijk wel ja, dat is. Absoluut. Wel, dat is wel nog iets interessants om aan te raken. Want in Aston Martin, en dat is wel goed voor Fernando Alonso voor volgend jaar. Um, en we zeiden van uh, waarom zijn we gaan bij Alpine? Alpine heeft een betere auto enzovoorts. Maar eigenlijk moeten we zien dat toen Aston Martin het jaar startte, was dat eigenlijk een totaal onafgewerkte auto. Hè. Dat was bijna een dummy-auto. Dat, dat trok eigenlijk ook niet veel. Um, en waar ze nu mee rijden, is veel meer een echte auto die nu in de volle ontwikkeling zit. En die toont wel wat potentieel, vind ik. Bij Lance Roll vind ik, qua snelheid komt het eruit, maar ik vind gewoon dat die gast nooit echt impact maakt. Allee, gisteren wel, een zware impact, maar minder op ons. <laughs> dan is Analyses. <laughs> maar, maar als je dan ziet wat ons er gisteren mee doet, ja, dat vind ik dan... Ja, dat is misschien toch wel veelbelovend. Niet echt geweldig gisteren. Zeker eergisteren niet, was uh, Daniel Ricciardo. Als je... In de paddock ook aankomt op een paard. Ja. En de show steelt. Moet je dan niet Q1 als tenminste overleven? Dat is nog iets wat ik even iets van wil zeggen. <laughs> in auto had ik dan moeilijk, maar dat is ook die show allemaal, jongens. Het doet toch gewoon normaal. Hè? Je kunt een beetje, kunt een beetje <laughs> grappig zijn, zijn, niet proberen zijn maar zijn. Maar een paard ergens toekomen met een cowboy goed op. Als je geen cowboy bent. Is een beetje een Het is een beetje de part van het beestje. Ja, zeker, ja, maar zeker nu dit jaar. Je wordt er eigenlijk buiten gezwierd omdat het niet marcheert. Het gaat niet. En dan gaan we nog overal beginnen show verkopen. En, ja, en ik, ik hou echt van die gasten, want ik vind dat een geweldige kerel. Ja. Maar het moet allemaal een beetje minder. Ja, dat, dat is eigenlijk aantrekkelijk. Echt goed toe. Ja, maar dan nog zo. Hè. Je accepteert. Hey, je moet er niet over gaan. Maar nu is bijna een afleidingsmanoeuvre ja. van hoe slecht het gaat. En. Ik vond wel dat hij dat minder deed in, de, in zijn moeilijke periode, dat hij in zijn hoofd ook het echt moeilijk had. Maar nu lijkt hem al zo bijna zo checked out. Dus mm. ik kan toch stoppen en waar mag het nog uit? Maar als je dan weer het, het verschil ziet tussen hem en Lando Norris, die trouwens een fantastische racer ja, uit, ja. dat is toch weer heel pijnlijk om te zien. Hij is gewoon nooit in dat weekend, komt hij in beeld, Ricciardo. Vraag me ook af hoe hij op dat idee is gekomen. Is er iemand die het voorgesteld heeft? Is, is, er in, is er zelf? Is hij toevallig voorbij een of andere range gelopen? Ja, daar en ja. gedacht: aha, dat zou tof zijn. Die dat er een heel denktank achter zit. Ja. alleen ja, nee, ik, ik weet het ook niet. Voor een vreemde redenering. Ik kreeg een paard nooit in de bek kijken. Dus als hij met dat echt wat, aangeboden heeft, dan moet er natuurlijk. Maar het natuurlijk. Het onnozelste van allemaal is dat dat, dat, dat Het zou dat nog paard... grappig zijn als nu wat komen: dat dat zo een verloren weddenschap was. Dan, 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 dan snap ik het. Dan ja, dan is okay. het oké. Als je in de top 10 eindigt, moet het niet doen. Ja. <laughs> Maar ja, het ze van alles, dat, dat paard had ook nog een, een pasje nodig. Hè? Ja, Horsey McHorse. Ze moesten die een naam dat... geven, serieus ja, hè? Ja, echt. Ja, en die, de... die mocht niet binnen anders als diegene geen badge had. Wat? Ja. <laughs> Blijkbaar de honden van Lewis Hamilton, die hebben ook een badge nodig. Nee, ja. Ik kan nu Eén minder nu wel. Ik kan nu pasje minder. Rip. Is die dood? Ja, even die honden oh. is dood hè. Roscoe ja. of hoe uh, ze? Oh, sorry. Ik weet het niet exact. Sam, jij bent hier voor de trivia, hé. <laughs> <laughs> uh, oh, ja, dus volgend seizoen komt, er, volgend ja. seizoen komt er snel aan. Uh, er zijn nog een paar zitjes... Nee, er is nog één zitje dat ingevuld moet worden. Ja. Logan Sargent gaat naar Williams, dat ligt vast. Ja, dat ligt vast. Hè? Ja. Dat is, dat is toch de, 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 dus hij moet nog wel een paar punten halen om de juiste licentie te kunnen en, krijgen om te mogen rijden. rijden dan? Ja, hij rijdt, hij rijdt in de Formule 2. Abu Dhabi nog, hè? Ja, ja. ik kan nog ja. um, die vrije trainingen rijden, waarbij hij van die kilometers inderdaad punten krijgt. En dan op zich als hij in de top 6 denk ik, eindigt van het Formule 2 campus dan heeft hij hem er genoeg aan. En dat ziet er redelijk goed uit, maar de druk zit er natuurlijk wel op. Maar is die goed genoeg, Sam? Het is een Amerikaan, dus we snappen de insteek. Ze willen nog eens een Amerikaanse rijder hebben in de Formule 1, zeker nu het daar populairder wordt. We volgend jaar drie races in de States gaan krijgen. Ja. Maar is die goed genoeg? Hij gaat wel in de vrije training dat hij heeft gedaan, hij wel een goede indruk. Um, ze hebben een aantal piloten ingezet: Schwartzman bij Ferrari. Dan was er um, Palo bij McLaren. En dan uh, Sargent bij Williams, was nog iemand. Um, nou, ben ik heb het vergeten, maar hij maakte wel een goede indruk, dus op zich zegt dat wel iets. Maar ik denk dat het Amerikaans zijn een redelijk belangrijk onderdeel daarvan is. Uh, ja, ik weet het niet, hoe we moeten dat een beetje zien. Het is een beetje onbekend terrein. We weten er niet heel veel van. Hè? Het is ook Williams, hè? Ja. Een ploeg waar het nog altijd zoeken is. Zagen we ook rijden. wel. Ja, op Ferrari. Vooral, vooral ja. Dat zagen we gisteren ook, <laughs> maar die is wel bij Ferrari. Dus uh, die <laughs> wil blijkbaar niet komen. Ja. <laughs> en we hebben ook Tim Kok gezien. Ja. Ja. Op het einde. En Brad in de pizza. Met dat vlaggetje. Dat, vla ja. dat vlaggetje. Het afvlaggen van Tim Cook, de CEO van Apple. Wat, wat was dat? Dat, dat is was het, ik toch ni het niet. Het is toch niet zo zeggen, moeilijk om met een vlag te. Ik, ik ben de starters gaan geven aan onze Sam hier met een ELMS in spa. LMP2? Met een LMP2-tour. En uh, dan hadden we hadden dat gevraagd. Dat dus, oh, is goed, dat is goed. En ik ook zo echt zo. ene keer. En zo, oh, blijven wapperen, blijven wapperen. <laughs> <laughs> ja, ik ja, krijg wel vaak en, en, maar, en graag, maar vlaggen, ja. Ik ga het weer vlaggen. Ik had vlaggen. Maar je mag wel gebriefd worden. hè <laughs> Ja, dat was ook, ja, maar, ik. Was... Hij was eigenlijk wat te laat ook voor de briefing. Dat <laughs> <laughs> was, was, was echt ja. grappig. Ik had gezegd: is Tom, je moet er om dat uur zijn. En... Die mensen van die organisatie, ik moest zelf rijden, dus de ik kon er niet echt mee bezig zijn. Die mensen van die organisatie begonnen echt ziek te stressen, als ze kunnen we die race hier beginnen uitstellen, want er kan niemand een start geven. De vlag is waar, dus niet. Maar ik was toch goed op tijd, jongen? ik heb die grid nog meegedaan en zo. Maar ja, ik was ook ik nog een toerist, hè, man. Ik, doe, ik, doe, ik, doe, ik doe dat even goed te doen. Hè? Ja, ja doe je. Of zo, als, als je wil vlaggen, was, moet je twee uur of varen terzijde. Maar zijn. Dus, dat was inderdaad redelijk, redelijk flauw. Dat was echt zo, dan, ik sta hier eigenlijk helemaal niet graag. En ik heb ook de harte aanval. Ja. Ik durf dat niet zeggen. Ja, <laughs> Veel emoties hadden er inderdaad niet meer die mensen. Wesley zo strak op zijn gezicht staan. Ja, dat was een rare, rare shot. Heel raar. Um, Nick de Vries naar Alfa Tauri, Sam. Daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over oh, gehad ja. in de paddock. Dat we vorige keer uh, een beetje vergeten te vermelden. Hè? Ja, want een uh, Amerikaans is een voordeel in de Formule 1 anno 2022. Nederlander en Nederlanders zijn ook, hè. Een land van, wat is het, 18 miljoen inwoners. En die hebben volgend jaar twee van de twintig coureurs in de Formule 1. Ik vind, dat heel, ik vind dat heel indrukwekkend. Ja, hij heeft het momentum wel gebruikt. Hè, dat hem bij, in Monza is hij dan ingevallen voor um, Albon, zeker was ja. het bij Williams. Ja. En heeft er wel een fantastisch weekend gehad. Um, waar natuurlijk, uh, ja, hij werd dan driver of the day ook nog eens toch wel indrukwekkend die in zo'n uit direct punten pakken. En bij Red Bull zat ze sowieso een beetje in de, in de knoop met Gasly. Die weg wilden naar Alpine, maar ze hadden niet echt een vervanger voor hem. Um, en dan hebben ze, ja, het management van Nick De Vries heeft dat heel, heel goed uitgespeeld, denk ik. Dus, ja. Een de Mercedes-man naar een Red Bull-team, eigenlijk. Ja, en hij heeft ondertussen in zoveel verschillende auto's gezeten in de vrije trainingen. Dat betekent ook <laughs> verschillende simulatoren. Dus heeft veel kennis mee. Uh, dus bij Red Bull uh, is hij slim gezien om die binnen te halen. Het is dus ook wel iemand dat heel hard werkt, um, work ethic-gewijs. Uh, verdient hij het wel? Is wel al wat ouder, maar ja, blijf Max Verstappen ook nog wel een, een goed uh, woordje voor hem gedaan. Dus uh, het is niet allemaal zomaar uh, gelukt. Hij is ouder dan Max Verstappen ook, hè? Ja. ja. Ik heb mijn kaart ingereden met Nick de Vries. Uh, tegen Nick de Vries was hij toen nog wel wat jonger dan mij, maar hij uh, is altijd heel snel geweest. Heeft er wel wat jaren over gedaan, maar is wel heel professioneel geworden tijdens zijn carrière. En dat is wel, ja, dat heeft volgens mij nu de doorslag gegeven. En dat draait uiteindelijk, hè? Ja, dat klopt. Absoluut. Uh, het seizoen zit er dus bijna op, nog drie races. Tom, hoe kijk jij daarop terug op dit seizoen? Uh... Zonder, zonder even te denken aan het vorige. Want dat contrast, dat is nee, gigantisch, dat, was, dat weten we. Uh, die, 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 die finale vorig jaar, dat, dat denk ik niet dat we dat nog gaan meemaken in ons leven. Zoiets. Nee, echt, hè? Dat was echt niet normaal. Vooral ja, die evolutie. Okay, dat gingen we dus niet doen. <laughs> en dat we dat toch de toch rol beginnen. Ja, toch over beginnen. <laughs> uh, dit jaar bevestiging, hè. Wat, wat we allemaal verwacht hadden. En, uh, eigenlijk erg om te zeggen, maar dat zijn ook de jaren waar je uiteindelijk weinig van herinnert later. Uh, het was makkelijk. Je onthoudt de naam. Ja. De wereldtitel ja. was voor Verstappen. En, ja. en uh, perfect, mooi, alles wat je wilt. Maar het zijn die jaren zoals vorig jaar dat je dat, dat houdt bij dat, dat. wordt over gepraat. Uh. Mm. Um, dominantie in een sport is nooit goed. En dit jaar was heel dominant. De dominantie kan... Oké, okay zijn als er een echte strijd is. Als je ja. ziet van: oké, okay, hij ja. klopt altijd, iemand anders die ja. net tweede is. Kijk naar de jaren van Mathieu van der Poel in het veld, als hij zo domineerde, maar hij was altijd net voor Wout van Aert, dan had dat nog iets. Ja. Ja, is, zeker in het begin van het seizoen hebben we met Leclerc zo wel een paar keer het idee gehad: dat we hebben een strijd, het gaat spannend worden. Ik denk dat we dat allemaal wel dachten toen. Maar dan uh, zijn er een aantal uh, floters gebeurd en, en, en ontwikkelingsgewijs zijn er ook stappen gezet geweest die dat dan bij Red Bull iets beter uitdraaiden. Dus uh, die strijd was, uh, was heel snel voorbij. En uh, ja, kreeg er zo zo'n jaar van. Ja, is, ik kijk nog altijd graag. Ik vind het mooi om te zien. Maar het is niet zo spannend als vorig jaar. Dat was dan normaal. Dus, het doet hè? u veel minder. Ja, nee, ja, ik bedoel. Je kijkt nu gisteren ook. Je kijkt en Dat ja, is uiteindelijk een mooie race nog geworden. Dankzij de safety cars. Maar uh, het is niet meer hetzelfde als vorig jaar nu. Je hebt twee protagonisten nodig ja. en die ene hè, om het spannend te maken en ik denk dat ook je vergeet bijna het begin van dit jaar inderdaad dachten wij allemaal was Ferrari wordt het. Ja. Met Red Bull had het reliability problemen viel uit. Ja, een hoe keer. vaak heeft verstappen gezegd in die eerste weken ja, het is niet voor ons dit jaar. Wij worden ja, geen voilà. wielkapriool. Het is twee keer uitgevallen. En ondertussen zijn we, we twee keer geen punten gepakt ja. denk ik. Bijna bij het einde en en, ja. en vergeten we zelf hoe dat begin eigenlijk was omdat het, ja, het tweede deel van het jaar was veel minder spannend, dus minder aantrekkelijk. Spijtig. Heel spijtig, en ja. Op die manier worden we bij Ferrari, die eerste wedstrijden, de, 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 de relaxheid ja. dat er vanaf, vanaf droop, dat, dat was precies dat dat allemaal andere mensen waren geworden. Hè? Dus ik had zoiets ja. van: oh fuck, die weten, die weten echt uh, wat dat ze hebben, die, die, zijn, die zijn overtuigd van, van, hun, van hun verhaal mm. dit jaar, man. Ja, dan. Toch niet. Dan begint dat toch wel weer te veranderen dit jaar. En nu is er toch weer dingen dat uh, toch blijkt dat Ferrari blijft. Ja, dan is het nu eigenlijk al hopen dat, dat Ferrari en Mercedes heel hard bezig zijn met die ontwikkeling van die auto volgend jaar. Ja, dat is sowieso het geval, maar... Ja. Dat we volgend jaar een strijd tussen hopelijk twee of drie teams krijgen waar het nog toffer zou maken. Ja. Individueel talent is er genoeg en we gaan genoeg races krijgen. Dat is een feit. 24 <laughs> wedstrijden. Ja, ik vind dat wel een beetje drover. Maar het gaan er meer... Ik denk dat we echt effectief richting voor de 30 Sam gaan. Oké, want... <laughs> ja, maar ja... Ik ben Gisteren altijd weg. Je ja, ja. moet eens proberen mee af te spreken. Ik kan nooit afspreken met een, nee, een stoel die je daar leeg blijft staan. Moet, je moet eens nagaan, jongens. Die, die gasten, die, die, uh, die logistiek en alles moeten opbouwen en afbreken, en die zijn gewoon een jaar weg. hè? Die zijn één maand thuis of zo. Hè. Ja, en je, je snapt wel zo het basisverdienmodel ervan, van tickets enzovoort. Maar op zich wordt zo'n kampioenschap niet beter van meer races. Hè? Nee. Maar het is eigenlijk mooier als er minder kans is om te winnen. En dus het is belangrijker per race. Nu is... Als je 24 of 23 races hebt, ja, kun je dus twee races iets minder doen, maar dan wordt dat minder belangrijk. Terwijl je er 15 hebt, ik weet het niet. Ik vind dat ook, als je ziet, ook als er dominantie is, zoals met Max Verstappen, die wint en die wint nog eens en die wint nog eens. Die wint. Je vergeet Plus, bekend wanneer hij nog gewonnen heeft, want ja. er zijn zoveel races. Ja, inderdaad. Plus ook uh, meer races betekent ook uh, hogere kost van alles en je zit met een budgetcap. Rij, doe 20 raceweekends en, en met een budgetcap. Maar nu, ik weet niet wat zo'n weekendje kost met zo'n auto, maar dat gaat toch van achterover vallen. Het gaat dus heel hij, wat kosten. Ja. En ook ze, willen, ze, ze zeggen van ja, we zijn groener en groener aan het worden. Maar ja, <laughs> nou al, al dat materiaal moet ook ja. ergens naartoe gevlogen worden. Ja. Hè? als er meer gevlogen wordt, ja, dat is ook niet goed ja, voor het milieu. Ja, nee, uh, dat is dat Enkel als de Martin wordt groener, voor de rest uh, begin in kopteam, denk ik op 10, En dan zie je ook vooral hoe dat die, die kalender is ingevuld. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ja. En dat is, uh, dan gaan we even in Europa, even tussendoor Ui. naar Canada, terug naar Europa. Dat is ja. van hier naar daar. en 2 verlagen. Dat, ja, ik vind, dat, ik vind dat heel vreemd allemaal. En wat jij zegt, Tom, is ook niet onbelangrijk. Want ja, wij hebben vooral de focus op zaterdag en zondag. En die mannen komen daar op woensdag aan. Die zijn op maandag terug weg. Ja, ja. Het zijn niet alleen de rijders, het nee, is een ja, heel team. Dat is een heel team. Hè. En naar motivatie toe en zo, oké. Okay, ik denk dat de meeste bij die topteams heel gemotiveerde werknemers hebben. die er graag uh, die willen bij willen zijn. Ja. Maar kom, jongen, allee, ik moet, je moet ook nog een beetje een leven hebben, hè, daarnaast. Hè. Ja, ik gezien, hè. Dat kan wel Dat zijn. Een raceweekend erbij, dat wil zeggen dat daar ja, dat is een week of twee weken extra nog eens op, op een jaar dat al knopvol zit. En um, nog wat triple, triple headers en zo erbij. Dus, dat is ja, echt... zes ja, zes sprintraces. Zes. Ja, mag het nog eens intenser En al die weekends, hoe meer weekends inderdaad hoeveel hoe meer kost, personeel kost. En dus hoe minder geld er ook kan stromen naar ja. de ontwikkeling van een auto. Wat dan eigenlijk de essentie van die sport ja. moet zijn. Dus... Nee, voor mij, twintig weekends is echt meer dan genoeg. Ja. Oh, Liberty, Media, Liberty Media denkt aan de center. Hè. Ja. Oh, die zien hun opportuniteit nu door Netflix-tijdperk uh, uh, heeft veel in gang gezet en die zien het. Hè. Ze ja, ja, trouwens, het. gaat hij aan Brad Pitt een, een film maken over Formule 1? Ja. Ja. Als je Brad Pitt heet en je maakt een film over de Formule 1, <laughs> dan is echt. echt. Brad Spittlane. Dat is een mopje <laughs> dat jij zelfs die bedacht zou kunnen hebben, Sam. Weet welk. Ja, dat is de beste worldspeling <laughs> ja. die er is. <laughs> Brad Pitt, nu. Oké. Okay. <laughs> Ik ben wel benieuwd wat dat voor een film gaat worden. eigenlijk. Het ja, is... Uh, wat is die? In? Was dat veel Driven? Jong, of, veel jonge nee, vriendinnen. Hè? Met uh, Sylvester Stallone. We hebben er gisteren nog over bezig geweest. Dat was een verschrikkelijke... Uh, um, was dat Driven? Nee. Dri driven, driven hè? Yeah. Was dat Driven? Nee? Hij nee, is aan het opzoeken. Ja, Days of Thunder, wat een gravenfilm was. Days of Thunder is goed. Dat was goed. Dat was, goed. Dat was echt... Goed. Dat was echt uh, ja, we Driven. Hij de Rambo, maar hij heeft niks met autosport gemaakt. <laughs> ook cool. Rambo. Hij <laughs> had ook kunnen, hè? Maar het is inderdaad Driven. En, driven, um, ja. heeft trouwens al gezegd over het filmproject met Brad Pitt: Dit wordt de beste racefilm ooit. Ja, dan is dat waar natuurlijk. Als, Louis dat, Als zegt. Louis dat zegt. Ja. Ah. Nee, in 2023 gaat hij uh, inderdaad draaien in het tweede deel van het volgende seizoen. En hij gaat echt beelden gebruiken van de raceweekends. Hij tijdens de raceweekends filmen, hè? En, en als ze dat niet opnieuw moeten doen, moeten ze dan stoppen? Ja. Kut, kut, ja, ja. kut. Rooi, Rooi. Rooi Zo'n ja. crash. Zo'n Ja. Zo, Alonso, die crash. Ah, we hebben ja. hem. Als camerastandpunt was het niet goed. Ja, dat is wel, wel een goede insteek. Hè, want uiteindelijk ga je. je, je gaan filmen naar zo'n raceweekend toe. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En dan krijg je materiaal en dan kun je dan een film mee maken. Latifi wordt nu ja. zo een figurant. We ja. mag je zo op de rechterhand een koffie drinken. Je mocht toch nog in de Formula 1 community mee zijn. Ja, dat wordt de hoofdrolspeler, hè? Je moet, toch, je moet toch niet rijden volgend jaar? Inderdaad, je moet alle stunts doen. Ja. Hij, ja. ma ja. hij en Mazokin. Worden de twee hoofdfiguren. die mogen Verstappen en Hamilton spelen. Wat zit die eigenlijk? In Rusland, hè. Echt, dat is, maar niemand heeft er nog iets van gehoord he, van Mazepin. Nee. Nee, dood. <laughs> misschien wel Misschien moet ik wel vechten. Ja, maar die, maar dat is, die is toch compleet ja. van de radar verdwenen. Goed niet. Wel. Ik denk dat hij inderdaad. Ja, er was op zich al geen reden om een maandag te geven. En nu heeft hij het niet meer. Pas op. Uh, Wenditmazenpinspin.com. When, dat ja. was een van de beste websites die ik ooit heb gezien. Ik vond dat zijn nog online. een leven met een noude met op zich. Ik ken die nog ergens anders gaan racen ooit. En hè? En de kans die je spint daar is ook wel redelijk dus. Ja. Als je Mazepin ook intikt in Google, krijg je meteen. <laughs> mazepin spin? Uh, bestaat nog altijd, ja, maar ja, nu is het natuurlijk. Het is 324 dagen, 17 uur en 17 minuten sinds de laatste spin. Ja. Maar ja, heeft lang niet meer gereden natuurlijk. Ja. <laughs> Spijtig. Die mensen gaan we nooit meer terugzien in Formule 1 trouwens. Hè? Of het nu nee, nee, goed nee, komt nee. met Rusland of niet. Nee, no het way is dat die mensen. dat het moment. Dat is absoluut voorbij. Misschien wel de een van de zieligste carrières van de laatste 20, 30 ja. jaar. Ja. Totaal niet te vergelijken, maar om nog even terug te komen op dat we zeiden, van, er zijn nog een aantal plekjes vrij. Mick Schumacher is nog altijd niet zeker van zijn plekje bij Haas. Nee. We zeiden dat het enkel Williams was. Dat is niet zeker, maar Giovinazzi die maakte ook nog kans op, uh, op het esthietje, en uh, kreeg dan een vrijheid. Dat, dat was degene die ja. ook nog in de vrijheid training ah, ja. een re reed de tweede idee. snelle ronde, bocht drie, en, en lag er alweer af. Ja, dan zei Gunther Steiner ook van ja, dat is uh, niet, niet de manier om mij te impressen. Nee, maar, het is ook, maar dat is nogthans geen slechte piloot. Het is een hele snelle piloot, Echt, hè? Hè? maar hij heeft ook, ofwel soms te snel naar die limiet van shit, ik moet hier presteren, dus ik moet het nu doen. En het is toch een beetje een natuurlijk proces. Hè? Je mm. moet wel één worden met die auto. Als je toe op puur theorie de auto kan, dat, dan werkt dat niet. En daar is hem precies zo soms iets te ongeduldig in of zo. Ja. Puur kwaliteitsgewijs, ja, je is een hele goede piloot. Ik mm. ben heel benieuwd wie het gaat worden, de laatste. En Schumacher, het zou me wel verbazen moest Schumacher Mij ook. na twee jaar uit de Formule 1 verdwijnen, ook al heeft hij niet de resultaten neergezet, ja. de naam alleen. Commercieel gezien. Ja, de, 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 de marketingcapaciteit dat hij gast voilà. nog heeft, hè, want uiteindelijk is dat dit jaar nog niet veel mee gebeurd. Nee? Ook niet. Ik vind dat Haas het veel te en weinig uit speelt. Ik vind het een echt flarde van, van, van talent laten zien, heeft hij een keer echt goed gereden. Hè. Na die, na die crashes die hij gehad heeft ja. en die waarschuwingen die hij kreeg toen van Hazen van, van Gunter Steiner: het is het moment om, de, om te presteren om niet meer te crashen. Dat ja. zorgt voor heel veel druk, maar die heeft wel die knop kunnen omdraaien. Ja, voilà. Ieder weekend, zeg je. Ja. <laughs> op, op dat moment. Nee, wat dat betekent ook. je zet ze dus naast Magnussen, dat is, dat is geen, geen pannekoek. Last, last minute. Op, op alle vlakken niet. Nee. Um, en hij heeft er toch wel uh, ja, hij heeft dat toch een, een figuur kunnen geven. Zo, dat ik denk dat Magnussen ook wel eens zo iemand is die. Die houdt van dat impulsieve, ongeplande, ja. onvoorbereide. Dus als hij dan erin werd gegooid van, oké, okay, Formule 1, dat is achter mij. Die wordt er dan terug ingegooid. Dat is voor hem zo mega exciting. Oh, okay. Dan is dat zo, bam, volledig talent kunnen gebruiken. Maar nu is also, hij is waarschijnlijk al zo'n beetje kots bij alle regeltjes van de Formule 1. Ja, wat er allemaal strak. mag en niet mag. Het is te strak allemaal. Het is te strak strakend, voor strakend, hem. Hè? En dan zie die mensen zijn performance toch wel... Het is niet een comic Schumacher die gestegen is, is in mijn ogen. Het heeft elkaar overlapt op het moment dat hij ook snel kan dalen. Misschien hebben we tegen volgende week uh, nieuws. Maar ja. dikke merci om hier te zijn vandaag. We uh, yes. moeten afronden. Uh, volgende week zijn we terug. Is er een nieuwe Perrok? Is er een nieuwe grote prijs? De grote prijs van Mexico die Sergio Perez zal winnen. We zeggen dat. We <laughs> zeggen dat hij al lang. Hij gaat winnen volgende week. Uh, dus nieuwe afspraak volgende week zaterdagavond, zondagavond voor de uitzending op Play Sports. En volgende week maandag zijn we terug met een nieuwe aflevering van The Perrok. Tot dan. Salut. you <laughs>